Goedendag, ik ben Maïsha Neus van DTV Express en vandaag zijn we de binnenstad van Paramaribo ingegaan om de burgers hun mening te vragen over een aantal actualiteiten die op dit moment spelen in Suriname. Recentelijk is in het parlement voor de samenleving een aantal verzwarende en belastende belastingwetten goedgekeurd en aangenomen. Wij vragen ons af waarom onroerend goedbelasting, grondhuur en huurwaardebelasting niet op de agenda waren. Want we weten allemaal dat het geld niet is bij de loontrekker, bij de ambtenaar of bij de kleine man van de straat, maar bij een klein groep, select groepje kapitalisten. Wij vragen ons dus af of de kloof tussen rijk en arm op deze manier alsmaar groter zal worden. Dat is een heel goede vraag. Daarom moeten ze eigenlijk de belastingen een beetje zwaar meer opstellen, toch? Van je moet meer betalen. Ja. Want ik kan een perceel hebben van een bouwkavel. Ja. Maar jij hebt duizenden vierkante hectares. Dus daarom moet je het ingaan. Binnen het belastingstelsel naar onroerend goedbelasting. Maar laten we ook kijken aan andere zaken. Er is zoveel, en er is ook gezegd, er is zoveel aan belasting dat geïnd moet worden, dat gewoon braak ligt, waar er niets aan gedaan wordt. Waarom nu nog weer de belastingen gaan verhogen voor zij die al belasting betalen, de loontrekkers? Dat is niet correct. Belasting, de Surinaamse regering, op en top die zijn gaan zitten, hebben geblunderd. In die zin van, als je zoveel miljoenen verdient, moet je belasting betalen. Je moet het niet van die kleine man halen. Die kleine ambtenaar. Die kleine ambtenaar is al zo zwaar. En dan zet je hun onder druk. En wat gebeurt er met de reken? Ze worden reken, ze betalen weinig belasting. Okay. En de kleine ambtenaren. Die betalen nu nog meer belasting. Die moeten de zure appels inslikken. Wat vindt u van het feit dat in dit pakket van belastingverhogende maatregelen bijvoorbeeld er geen belasting is ingeïnd op onroerend goed of groot grond? Dus dat moet gebeuren. Gebeurt in het buitenland. Je kan niet 20 keer 30 euro 47 bedrijven. Dan betaal je 10 SCD of 20 SCD belasting. Dan moet die ambtenaar 100 SCD betalen. Wat gebeurt er? Dus ons belastingstelsel moet zwaar aangepakt worden, want het is op dit moment onredelijk. Ze moeten gewoon die kapitalisten gewoon aan je oren trekken, zwaar betalen. Dit is in principe weer duidelijk dat deze regering met name, of bijna zou je kunnen zeggen, de rijken gaan altijd voor de rijken. Snap je? Dus ze geven aan de ene kant aan dat ze dus voor de kleine man wensen op te komen, maar het zijn de rijke mensen die in de meeste gevallen heel veel gronden hebben en ze zullen dus nooit eraan meewerken dat je dus daarop belasting op zou kunnen innen. Dus ze gaan het niet doen. Waardoor ze dus allerlei manieren creëren dat met name de kleine man het meer en meer voelt. Het is nodig. Anders gaat Suriname meer naar onderen gaan. Het is nodig ook. Verder hebben we ook gevraagd, ondanks dat we ons realiseren dat de regering net 6 maanden aanzit, wat de samenleving van de aanpak vindt tot nu toe, of ze geloof hebben in de regering en of ze denken dat het goed zal komen met Suriname. Nou, hij doet zijn best. Wat hij eigenlijk moest doen, probeert hij te doen. Hij probeert het zo goed mogelijk voor de Surinamers te maken, maar als het niet kan, kan hij niet zo doen. Nou, ik denk dat het beter kan. We voelen het allemaal, we zien de ontwikkelingen. We merken het aan de prijzen in de winkels. Er zijn recentelijk nog belastingwetten aangenomen om meer druk te zetten op de bevolking. Dus ik denk dat het beter kan. Er zijn andere mogelijkheden om aan geld te komen voor de regering. En die mogelijkheden moeten ze benutten. Ik heb geen geloof in deze regering. Je hebt geen geloof. Ik heb geen geloof. Ook al krijgen ze 100 miljard, heb ik nog geen geloof. Omdat ik weet, en daarmee sluit ik ook, om een land op te bouwen is het niet een kwestie van veel geld hebben. Het is een kwestie van wil. Om Suriname op te bouwen, mevrouw, heb je een eenheid nodig. We moeten één Suriname worden. Die regering zit eraan. En ze hebben het in principe het volk moeilijk gemaakt. Omdat ze het volk hebben voorgehouden dat ze een heleboel oplossingen
in petto hadden. Ja, en wat bleek? Ze zitten er dus in principe al 6 maanden aan. En de prijzen zijn dus uiteindelijk 2, 3 en 4 maal gaan stijgen. En dat is deze regering een beetje duur komen te staan. Omdat het volk eigenlijk nu het meer en meer is gaan voelen. Ik denk dat we meer tijd nodig hebben. We moeten allemaal geduld hebben in het leven. Ja? Ze zijn pas komen zitten, ze zijn voor maanden. Dus we moeten ook geduld hebben om te kijken wat ze doen. We moeten niet zitten, want ze hebben niet overstap. Klopt. Dat ze dit en dat gaan doen. Ja? Dus ik werk, ik weet dat alles duur is. Ik ben niet altijd de markt gekomen. Ik zeg om iets te doen, morgen is mijn man jaren. Dus die dingen zijn, ze zijn duur, dat is inderdaad zo. Ja? Maar die mannen hebben geen toverstok. Maar ze kunnen wel iets doen aan die, hoe dat denk die, valuta. Die koers moeten ze zakken. Proberen om te dalen. Ja. Dus dat is automatisch, dan ga je verder. Maar want als die koers omhoog gaat, zij zo je als ik die koers is zo. Ja. Maar dan kan die dingen ook duur aan de winkel zijn. Ik vind van, zoals men heeft aangegeven, of zoals de vorige regering, toen zaten ze in de oppositie, nu in de coalitie. En als je hebt aangegeven dat mensen bijvoorbeeld zich schuldig hebben gemaakt aan corruptieve handelingen, dan moet je dat inderdaad gaan onderzoeken, zwart op wit bewijzen. En als mensen bijvoorbeeld daarvoor moeten boeten, dan moet dat gebeuren. Maar moet sowieso gebeuren. In Nederland heb je kalplukken. Weet je wat kalplukken wil zeggen? Je hebt de staat. Benadeel toch? Alle onroerend goed, wat ze te veel hebben, moet je weer in de boezem van de staat verkopen en zetten in de staatkas. Het volk kan dit pinaren. Daar rijden ze een mooie wagen, daar heb je geen bestrating, daar heb je geen verlichting, daar heb je geen. Wat doe? Daar rijdt een man met bijvoorbeeld 200, 300 auto's. Ja? Ter waarde van duizenden dollars. Dan wat gebeurt er met de Pinas Mafarango? Latour, Pompeyweg, daar in de Moeder, wordt er geleerd als miljonair. En wat gebeurt er met die andere mensen in de sociale buurt dan? Ik denk niet dat het helemaal correct is dat de voorgaande regeringen niets eraan hebben gedaan. We hebben een anticorruptiewet gehad. En deze regering heeft gezegd, we gaan de commissie in place brengen. Maar wat zien we gebeuren? Er wordt een commissie in het leven geroepen om na te gaan welke staatsbesluiten nog in place moeten komen. Dus die anticorruptiecommissie waar we naar uitkijken, die komt maar niet. Weet u wat de reden is waarom de voormalige regering inderdaad de anticorruptiewet heeft ingevoerd, maar inderdaad de commissies en statuten die instituten die erbij gekoppeld moeten worden, niet in place heeft gebracht? Nou, het is een samenloop van omstandigheden. Er waren heel wat prioriteiten, maar ik zeg ook dat daaraan gewerkt moest worden. En een commissie is iets wat je achteraf benoemt. En als je zegt als nieuwe regering dat je dat gaat doen, dan moet je het gewoon doen. Maar je moet geen commissie, een agressiecommissie komen installeren om te doen blijken dat je een anticommissie hebt geïnstalleerd, maar daadwerkelijk niet het werk moet doen dat die bewuste commissie waar we naar uitkijken moet doen. Maar de vorige regering heeft een anticorruptiewet aangenomen. En het is deze regering, dat is deze regering. En als je zegt dat je nu het roer overneemt, dan moet je met alle pro's en contra's overnemen. Dan moet je doen wat je moet doen. Je belooft dat je zit in. We werken er nog niets van. We moeten die mensen een kaart geven, toch? Hoe dan ook. Dus u zegt de regering wat ruimte geven om? Mm-hmm. 2 jaar zo minimaal te kijken wat ze kunnen doen. Het moment dat mensen op straat wensen te komen, dan komen ze op straat omdat ze het niet meer aan kunnen. Ja, ze voelen het, je hebt 4 in de zakken, dus dat is een straat. En als meneer Piquet dus nu met een paar mensen, of zeg maar, mensen zijn opgeroepen om op straat te komen. En dat is het hun democratische recht. Snap je? Omdat de F4ing, dus het enige wat deze regering nu moet gaan doen is, if the mountain stong, de man moest draaien aan een paraboto. Want geloof me, alles is maar F4ing. En dan maakt het niet uit wie je bent. Als je nou VAP'er bent, of als je NDP'er bent, of ABOP'er, of wie dan ook. Iedereen voelt het op dit moment. Je weet het zelfs.
Een ei kostte vroeger bijvoorbeeld 2 SRD en nu kost een ei dicht bij de 5 SRD. Dan maar niet te praten over benzine en alle andere verhogingen die nog op komst zullen zijn. Het is goed dat we de regering dat de mensen meer aandacht meer nodig hebben, dat de mensen meer nodig hebben van wat zij doen. Het is goed. We moeten de regering dat ruimte geven, want ik de mensen gaan niet in een protestactie gaan staan met die COVID-code onder. Wat nu gebeurt. Kijk niet, in een proces heb ik nu kokjes gekocht. Je kan niet weten. Maar sommige mensen trekken hun mondkapje, maar anderen niet. Kijk, protestactie komt er ieder op. Ieder is gewoon, je denkt alleen maar aan wat je zegt, wat je wil hebben. Ja. Dus ik kan niet gaan protesteren om mijn werk te laten om te gaan protesteren. Want in de tijd van Boutersen zouden we ook op straat. En niemand heeft gezegd dat we moeten gaan protesteren. Zo. Maar je hebt een paar groepen. Waar de politieke groepen, waar mensen die toch mensen op straat hadden gebracht. Ja. Maar je zag hoe het allemaal ook eruit zag. Dit is de eerste editie van de Nieuwe Politiek van DTV Express. Ik ben Maisha Neus, signing out. Blijf ons volgen op social media, waaronder YouTube en Facebook. En like de page. See you soon.